Afdeling Vreemdelingenzaken, VZ, biedt vanaf vandaag ook online haar diensten aan de gemeenschap. In het VZ online systeem, dat vandaag gelanceerd is op het ministerie van Justitie en Politie, kunnen aanvragen voortaan digitaal worden afgewerkt. Volgens waarnemend justitiedirecteur Humphrey Chinlipshi is Vreemdelingenzaken de eerste overheidsdienst die online een deel van de processen behandelt. Het gaat daarbij onder meer om aanvragen voor verblijfsvergunningen en naturalisaties. Het uiteindelijke doel is de processen te digitaliseren, bespoedigen en transparanter te maken. Ook corruptie zal met dit systeem bestreden kunnen worden, weet de justitiedirecteur. Met VZ Online willen we ook de perceptie van corruptie die plaatsvindt, ik zeg bewust de perceptie van corruptie, die willen wij tegengaan. En we willen ook daadwerkelijke corruptie verminderen. Door zoveel mogelijk op zakelijke basis met zakelijke documenten te communiceren met aanvragers van verblijfsvergunningen. En met een systeem dat goed begeleid en gemonitord kan worden door de leiding van het onderdirectoraat en de afdelingen te werken, waardoor de kans op corruptie geminimaliseerd wordt. En ook waarbij alle stappen die bij de behandeling worden gezet in een geautomatiseerd systeem worden opgenomen. Aan VZ Online is een hele tijd gewerkt. En ik moet dat ook vermelden. De minister van Justitie en Politie heeft zich persoonlijk ervoor ingezet dat VZ Online komt. Chinlipshi markeert het online brengen van de diensten van Vreemdelingenzaken als een mijlpaal op justitie. Hij verwacht dat de kinderziektes beperkt zullen zijn en hoopt dat zijn ministerie een duidelijke verbeterslag heeft gemaakt in de dienstverlening naar de samenleving toe. De taal op de website is vooralsnog alleen Nederlands. Volgens Rachelle Groeneveld, onderdirecteur Vreemdelingenzaken, wordt eraan gewerkt om VZ Online ook in het Engels, Mandarijn, Kriool en Portugees te vertalen. Ze verwacht dat dit in januari al kan. En dat zal misschien in januari al een feit zijn. Maar nu zijn we al bezig om te kijken om bepaalde onderdelen, zodat het ook voor die categorie van mensen te vergemakkelijken, dat het ook wordt vertaald naar Engels, Mandarijn, Kriool en Portugees. Dat is nu wel al in de pijplijn. En met betrekking tot het aantal dagen, of tenminste hoe lang zal het proces duren, zoals we eerder hebben aangegeven is, het moment van die beoordeling of het een goede aanvraag is of niet, is dat 14 werkdagen. Na de 14 werkdagen hebben wij bij een volledig proces waar er geen mankementen zal moeten zijn, dan hebben we gewoon 60 werkdagen erbij geteld. En na 60 werkdagen wordt de persoon per mail geïnformeerd. Je moet dat systeem zo zien. Na de persoon heeft ingediend, dan krijgt hij een mail van ons om te zeggen van uw aanvraag is volledig. En dat is dan ook weer het bewijs om steeds te kunnen uitprinten om te zeggen van ik ben bezig. U gaat geen zaken meer van ons krijgen zoals strookjes of dergelijke. Het wordt de e-mail wordt dan het bewijs van we zijn bezig met uw aanvraag. Tussentijds is het ook de bedoeling, alleen dat u de voortgang kunt nagaan, dat u ook weer wordt geïnformeerd van we zijn een stap voorbij. Het is daar nu. En het is daar nu, zodat u ziet van het nadert al die 60 dagen waar het zou moeten zijn. Dat is de bedoeling. Vandaar dat het ook belangrijk is dat de mensen hun e-mail moeten vermelden. Aldus Rachelle Groeneveld, onderdirecteur van de afdeling Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie. Zij sprak vanmorgen in de vergaderzaal van het ministerie van Juspol in verband met de launch van de Vreemdelingenzaken online website.